Hoe spat jij online van dat scherm af? Benut de volgende beproefde online presentatietip. De achtergrond. Jij wil op de voorgrond treden online. Je wil helemaal in het scherm zichtbaar zijn of misschien als een postzegeltje samen met alle anderen in dat scherm. Maar wat ziet de ander bij jou op de achtergrond? Ben je daar bewust van? Maak een keuze. Als je de echte achtergrond gebruikt, zorg dan voor rust op de achtergrond. Focus, een effe achtergrond. Een muur of een kast. Misschien met één item: een mooie vaas met bloem. En als je kiest voor de virtuele achtergrond, kies je ook voor rust. Met misschien een naam, een logo of een ander item wat je daarop communiceert. Maar niet de vakantiefoto van afgelopen jaar. Wees je bewust. Wat er op de achtergrond staat. Zo kom jij beter op de voorgrond. Doe er je voordeel mee.